Ik ben Sophie van de Weert, burgemeester van Dilse Stokkum. Wat wij graag met onze beleidsploeg binnen het jaar willen realiseren, is net zoals natuurlijk alle gemeentebesturen, moeten wij een ambitieus meerjarenplan opstellen voor de periode 2020-2025. Ik denk dat het ook heel belangrijk is dat wij daar de burgers gaan bij betrekken. Burgerparticipatie, betrokkenheid staat hoog ook in het decreet lokaal bestuur aangeschreven. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we naar de burgers toetrekken. Een van de belangrijkste uitdagingen, denk ik, is het inzetten op fietsmobiliteit bij ons. Ik denk dat we de afgelopen jaren al heel wat geïnvesteerd hebben in het stappen en trappen, het stimuleren van het woon- en schoolverkeer per fiets. We hebben heel wat infrastructurele maatregelen genomen en ook naar de fietsroutes, de ideale fietsroutes en de mogelijke knelpunten die er zijn in onze gemeente, daar willen we zeker op gaan inzetten het komende jaar. De komende 6 jaar staan er heel wat projecten toch wel in de planning in Dilse Stokkum. Een van de belangrijkste is de bouw van een nieuw centrumgebouw, een nieuw gemeenschapscentrum in het centrum van Dilse. Dat is eigenlijk de verdere uitvoering van ons gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Dilse Centrum. We hebben daar een centrumplein, een autovrij centrumplein gecreëerd langs onze scholencampus, waardoor Dilse eigenlijk echt een hart krijgt, een centrale plaats. We willen dat nu finaliseren met de bouw van een centrumgebouw. Dat zal dienen eigenlijk voor het onderwijs enerzijds, voor het verenigingsleven, maar ook een verdere uitbouw van onze bibliotheek. Dus eigenlijk een multifunctioneel gebouw in het centrum van Dilse. Een van de aanslepende problemen, ik denk, en overal maken we dat natuurlijk een beetje mee, is de mobiliteit. We hebben dat natuurlijk niet altijd in eigen hand in de gemeente. We zitten vaak samen met het agentschap Wegen en Verkeer. Ik denk een van de belangrijkste knelpunten nog op dit moment bij ons is de doorstroming op de N78, de rijksweg tussen Rotem en Dilse. Daar heeft het agentschap Wegen en Verkeer een tijdje geleden 2 rijstroken afgeschaft, wat toch wel de doorstroming in onze gemeente serieus belemmert. We zitten daar nu ook aan tafel en we hopen daarop korte termijn terug naar een 2x2 rijstroken te gaan in Middenberm en 70 per uur, opdat het Maasland zeker ook goed ontsloten blijft. Wat we zeker niet gaan doen in Dilse Stokkum is misschien cliché, maar de belastingen verhogen is natuurlijk zeker niet de bedoeling. We hebben een gezond financieel klimaat in Dilse Stokkum. We hebben de afgelopen jaren de schulden serieus kunnen afbouwen en dat gaan we dus ook de komende jaren blijven doen. En wat we zeker ook niet gaan doen, dat is toch wel heel belangrijk, denk ik, is het sociaal beleid afbouwen. Ik denk dat er heel wat uitdagingen zijn, ook bij ons, op vlak van kinderarmoede, ook nog op vlak van werkloosheid, op vlak van schoolopbouwwerk. Dus wat we zeker niet gaan doen is dat afbouwen, maar ten volle investeren in een warme samenleving.